Ik moest bij dat thema Alles komt goed, wat een heel groot thema is, zeker in de 40 dagen tijd, denken aan een vriend van mij. Die wordt geplaagd door een broze gezondheid. De ene keer moet er een stukje worden weggesneden uit zijn kuit. De volgende keer wordt er wat ontdekt in zijn hoofd. En als ik hem dan spreek, dan zegt hij altijd, alles komt goed. Tegelijkertijd weet hij dat hij dat niet gaat winnen, zeg maar. Dus alles komt helemaal niet goed. Maar wat hij daarmee bedoelt is, en dat zie je eigenlijk ook in het Johannes-evangelie terug in het begin. Er is altijd licht, ondanks de chaos en de onzekerheid die zijn ziekte met zich meeneemt. Wil hij, en dat lijkt bijna een keuze voor hem, wil hij zich altijd verhouden tot de lichtheid van het bestaan. En als gelovig mens heb je die bron eigenlijk bij je, in de zin van bijbelteksten. Het begin van het Johannes-evangelie is ook zo. Het verwijst in feite naar Genesis, over hoe de geest van God over de chaos van de wereld heen glijdt en daar licht brengt en ordening. En nou, dat is wat wij als gelovige mensen eigenlijk krijgen. Dus dat is wat die vriend van mij ook altijd zegt als hij alles komt goed zegt. Dan zegt hij, ik wil hoe dan ook me verhouden tot de lichtheid van het bestaan. Tot die lichtheid.